Ik mag zo niet eens iets rijden, maar lekker belangrijk. Natuurlijk heb ik er een biertje erbij staan en een bakje koffie erbij. Ja, jullie zien de hondjes hier lopen, onze meisjes. Rijka en Elming. Dus ik ben weer lekker met ze aan het lopen, lieve vrienden. En ik zou zeggen, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En we zitten vandaag op zondag 12 september. En we leven alweer om 18 over 2. Ja, ja, de tijd houdt geen schoft, hè. Hé, hey, jeuk. Oh nee, niet meer. Niet meer. Nou ja, we zijn dus al aan de andere kant van de gracht. Ik had al eerder willen filmen, maar dat kon niet, want er was een hoop verkeer en een hoop honden op straat, dus ja. Maar we gaan die kant weer op en ik moet nog steeds over de weg. Ja, het is nog steeds niet af daar. Maar dat komt allemaal goed en ik weet niet wat de dag ons brengen gaat. Want ik heb Karin geappt en ik heb nog niks teruggehoord. Ik heb wel gezien dat zij het gelezen heeft, maar verder niks. Dus ja, we gaan gewoon verder en we zien wel wat de dag ons brengen gaat. Ik zou zeggen, heel veel plezier met alles wat jullie doen en zeker samen met ons. Lieve vrienden, ja, ik bevind mij in de keuken. Want ik wil groene curry gaan eten, maar ik heb geen rijst. Dus ik ga nog even naar de Vomar om dat te halen. Ja, en Karin die zingt vandaag niet, want die heeft wel al boodschapjes gedaan. Maar ja, ik zat nog te eten en koffie te doen. Zij moest nog eten halen, dus ja, ze was ook later wakker dan dat ik was. Dus ja, ik heb mijn hondjes uitgelaten, dat weten jullie, want ik had jullie even erbij. En dat ik daar al liep, toen werd zij net wakker. Nou ja, oké, moet zij weten wanneer ze wakker wordt. Ja, dat doe ik ook. Moet ik zelf weten, moet jij weten, moeten jullie, moet ieder voor zichzelf weten, ja. Elming, die is nou net weer binnen, maar waar? Oh, Rijka is ook binnen. Nou, doe de deur even dicht. Nee, jullie blijven binnen. Nee, binnen. Zo, ja, want vrouwtje moet even weg. Ja, vrouwtje gaat even weg. Ja, het is waar hoor. Wat zijn jullie ook raar bezig, hè? Ja, ik wil het proberen weer klaar te maken, groene curry. Nou ja, dan zullen we het beleven. Dan heb ik gelijk weer een hele afwas. Ik heb nou een beetje, denk ik al een bord afwassen en bestek sowieso. Maar dat maakt niet uit, dan heb ik weer een vaatwasser vol, weet je. Dan kan ik zo, wieps, weer erin. Ja. Nou ja. Jut en jul, zeg maar. Maar oké, okay, nee, ik ga eventjes de deus vandoor. En ik doe gelijk weer even een rondje stad zonder hun. En we doen rustig. Hallo, dames. Hé. Hey. Klaar. Jij daar. Rijka. Rijka, daar. Nou. Nou zeg, kom maar. Elwin, kom. Ga liggen. Nou, klaar. Klaar. Nee, je bent ook een belhamel, maar dan een grote. Een grote belhamel. En dat is een kleine. Ga maar. Nou, klaar. Foei. Jij ook, liggen. Pas op. Klaar. Ja? Denk erom. Terug! Oh, ga je daar liggen? Dat maar ook. Ook goed. Maar oké, okay. Ja, een kind kan stout zijn, maar een dier net zo goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, hou gewoon vol goede moed. Ja, dan komt alles wel weer goed. Ik zou zeggen, we gewoon verder gaan genieten. Zoals jullie zien, lieve vrienden, rij ik lekker even door de stad over de Beatrixstraat. Ja, hier hebben we Neptunus weer eens een keertje. Ja, moet allemaal kunnen, toch?
eventjes een rondje stad en dan weer naar huis. Ik heb mijn nodige boodschappen tussen mijn benen staan. Of bij mijn benen. En ja, dan gaan we straks lekker eten koken. Ja, met een bak koffie erbij. En ik heb een lekker biertje erbij. Nou, dat moet allemaal kunnen toch? Ja hoor. En ik mag zo niet eens niet rijden, maar lekker belangrijk. Ja, want dan krijg ik van oma Gent op mijn kop. Ai, en een boete. Ai, oei, 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 oei. Maar ik rijd op de stoep. Dus het moet ook allemaal kunnen. Want dat mag ik wel. Mag wel op de stoep. Maar ik mag... Nou ja, begrijpen jullie dat? Nou, ik dus niet, hè? Nee, ik begrijp daar twee keer er niks van. Dat het ene mag wel, het andere mag niet. Heel raar. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer er niks. Nou, als ik daar ook zo meteen linksaf ga, dan ruim ik jullie weer op. En dan gaan we weer langzaam richting huis. Ja. Eventjes die kant op. En dan voorblokker linksaf. Dus ja, dat is. Hier hebben we ook Xenos. Dus ja. Nou, die lampen vind ik ook maar niks aan. Nee. Ach nee. Nou, wie ben ik? Ik ben Corina. Ja, weet ik. Maar nee. Zulke dingen hoef ik nou ook weer niet. Er zijn nog ergere stofnesten. Ja, want tussen die reepjes, de hout, laat me zeggen, daar gaat stof tussen zitten met spinnetjes. Nou, niks voor mij. Nee. Maar oké, we gaan linksaf. Lieve vriend, ik ben dus al lekker druk bezig met kokerellen. Ja, 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 ja. En het schiet er al lekker op. Ja. En dan als het zo meteen klaar is, dan zet ik het weer af. En dan ga ik eerst met de hondjes lopen. Want de rijst moet ik natuurlijk nog kopen. Maar ik heb een makkelijke rijst in die bijltjes, weet je wel. En dan is dat zomaar klaar. Dus ja, voor de rest gaat het allemaal. Ik moet nog de groene paprika snijden. Ik moet die nog snijden. Een klein komkommetje zit erbij. 1-2 tomaatjes. En dan komt het allemaal wel goed. En ik heb een mooie nieuwe schort aan. Dus ja, dan komt het zeker goed. Met een nieuwe schort. Ja, wie weet. Hè? Maar oké, als het klaar is, dan laat ik het jullie natuurlijk uiteraard even weer zien. Ja, ja. De dames die staan daar. En Elwin die probeert iedere keer wat van Rijka af te jatten. Maar Rijka die krijgt het niet in één keer op. En zij heeft het al wel op. Ja. En dat is zo'n bullepees. Ja. Zij heeft hem gisteren al opgegeten. Maar dat kan Rijka niet. Dus ja, daar waak ik voor. Zij krijgt iedere keer wanneer ik die bullepees aan een Rijka geef, nou een konijnenoor. Dus dat krijgt nou een Rijka weer niet. Dus ja, eerlijk is eerlijk. En dan mag ze niet stelen. Nee, dat moet ze afleren. Ja, toch? Ja. Dus ja, ik laat het jullie straks wel zien als het zover is. Zoals jullie zien, lieve vrienden, staat mijn eten voor mijn neus. Ja, en het ziet er overheerlijk uit. Natuurlijk heb ik er een biertje erbij staan en een bakje koffie erbij staan. En ik zit televisie te kijken, maar het geluid even uit. Ja. En daar ligt er eentje. En daar ligt er eentje. Dus ja, dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, eet smakelijk, bon appetit en een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En namens Corina en de Beestenboel. Ook natuurlijk later op de avond welterusten, slaap lekker met mooie dromen en morgen weer gezond uit jullie bed komen. Graag tot aan de andere kant van de nacht.